Aan mijn gast, uh, Denk nou van Caribische Held, iemand die jou heeft geïnspireerd. Ja. Wie is dat bij jou? Uh, bij mij is dat Alida Francis. Um, zij is uh, de nieuwe pas, de nieuwe gezaghebber van Sint-Eustatius. Ze heeft heel veel gedaan de afgelopen jaren en heel veel betekend, voor, zeker voor het sector waar ik uh, um, heel erg uh, actief in ben, de cultuur. Um, ze is ook echt een voorbeeld... omdat ze de eerste vrouw is... Uh, die gezaghebber is. En um, we zijn allemaal heel erg trots op haar. Um, ze is altijd heel positief. En uh, ze heeft een hele positieve invloed... op zowel mannen als vrouwen. Jongens als meisjes, jongens als meiden. Um, ze is heel... Um, ja, ze heeft een positieve invloed op de jeugd. Um, niet alleen maar... Door wat ze zegt, maar gewoon als voorbeeld. So she really practices what she preaches. Uh, zoals uh, carnaval, um, misverkiezingen op stage. Allemaal uh, van die zaken die eigenlijk meer waarvan je denkt van, ja, is dat nou belangrijk. Maar uh, de topics, de, de, de nadruk wordt nu echt gelegd op um, ja, hoe, hoe, wat je creëert, wat je van binnenuit naar mensen kunt uitstralen en hoe je. Um, anderen ook positief kunt, uh, hoe je positief kunt bijdragen aan de gemeenschap. Ja.